Uh-oh. De allervetste reviews, previews en special reports. Dit is Stargamers. Yo, gamefans van Nederland en omstreken. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van The Forest hier op Stargamers en op Cortes Gaming uiteraard. En voordat we gaan beginnen, een paar dingen die jullie waarschijnlijk opvallen. Ja, inderdaad, de baard is weg. Hebben jullie nog niet gezien in de vlog? Dit weekend hebben we gevlogd en dat komt allemaal nog op het kanaal te staan. Maar ik zal even het snel uitleggen. Ik heb de aankomende paar weken heb ik een aantal zware behandelingen aan mijn kaak. En daarvoor is een baard niet zo heel erg handig met de verdoving en dergelijke. Dus hij moest er gewoon eventjes af. Komt echt wel weer wat voor terug. Maar ja, jullie zullen nu eventjes aan me moeten wennen. Weer zonder baard. Een hele lange tijd geleden. Ik weet het. Er komt echt wel iets wel weer aan baardgroei terug hoor. Rustig maar. Calm your freaking tits. Nee, dat. Ik heb de kippenhoed op. Dat komt dit eiland. We hebben er al lang genoeg op gespeeld. We beginnen nu eindelijk een baas op te bouwen. Dit eiland, dit moet maar onze kippengod gaan accepteren. Vind ik. Dat en ik heb mijn haar niet gedaan. Dus voornamelijk dat tweede. Wat me gelijk opviel, ik start hier net pas weer de Forest op en de ding is veranderd. De menu. Wil je menu? Nee, kom wel naar de... Volwassen Jan, volwassen. Nee, het menu is veranderd. Ik weet eerlijk gezegd niet eens of überhaupt onze save game er nog is. Fuck. Yes, bitches. Ik weet niet wat er veranderd is. Ik weet het niet. Geen idee. Weten jullie dat? Laat even onder in de comments weten. Maar wij gaan gewoon verder waar we gebleven zijn. Wat wil ik vandaag gaan doen? Ik wil sowieso de traps af gaan maken. Misschien beginnen aan een muur. En me gaan voorbereiden op een keer de trip naar de cockpit. Want ik wil die flare gun hebben die daar schijnt te liggen. We gaan gewoon overleven. That's it. We're back, bitches. Wow, echt iedere keer als ik dit spel in ga, frame drops als de malle. Heb ik beet? Nee, nog niks gevangen. Ah, nog steeds. Oh, kut. Ik vergeet iedere keer dat ik niet uit die bomen moet springen. Doe jij je werk wel? Nou. Eerst wat we eventjes gaan doen is... Holy shit, man. Wat is er met de framerate aan de hand? Damn. Oh, crap. Ik ben echt een sukkel. Ik vergeet iedere keer dat je eigen traps af kan laten gaan. Dus. We gaan eerst eventjes naar de boot toe. Fuck it, ik heb spullen nodig. En what the fuck ligt hier in het water? What the fuck is dit? Hey, ijsschildpad! Doei, schildpad! Dankjewel, schildpad. Oh ja, dat ding staat daar ook nog steeds. Oeps. Oh, ik heb trouwens... What the fuck? Oh, dat was gewoon het geluid van het water. Hi, schildpadje. Nee, ik heb trouwens ook gelezen in de comments van jullie dat ik beelden kan maken, oftewel FUG's heten ze, waarmee ik kannibalen kan laten afschrikken. Dat is fucking handig, want ik heb een hele fucking paspop in mijn inventory liggen. Even snel wat checken hoor. Ik had gehoord dat hier ook wel eens een... Huh? Oké. Want ik had gehoord dat hier ook wel eens het een en ander ligt. Ik weet niet wat ik net op heb gepakt. Misschien moet ik ademhalen. Ik hoor rare geluiden. Maar er ligt hier ook shit onder, man. Ik had even snel een filmpje gekeken op internet. En daar stond dat hier ook wel eens heel soms onder de boot een flare gun wil spannen. Dus ik denk dat scheelt mij weer een tripje naar die fucking cockpit. Maar nee. What the fuck gebeurde daar? Dat de baard van je keel af is, wil niet zeggen dat de baard in je keel ook weg moet, Jan. What the fuck? Oké. Kan ik... Oké, ik zat vast. Waarom niet? The fuck? Cloth collected. Ik zag geen eens cloth. Oké. Ik verzamel cloth die er niet ligt. Ik ben magic. Ik kan de fucking muren en vloeren heen grijpen. Oh, jezus, serious. Haha, lol. Dat kan gewoon. Snacks, ja, dankjewel. Nemen we mee. Want die rope swing traps zijn best wel handig. Maar ik wilde eigenlijk ook nog wat andere traps bij gaan bouwen. Wat kunnen we gelijk doen? Ik had een... Ja, zie je wel, B. Ik wist dat er een sneltoets voor was. Ik had het opgezocht. Dat was alleen wel heel lang geleden, dus ik wist het niet zeker. Waar zijn de traps? Wall planter.
The fuck is een wall planter? Hier. Deze wil ik doen. De Happy Birthday track. Waarom noemen ze dat zo? Nee, de Happy Birthday Trap. Relatief makkelijk te maken. En fucking handig heb ik gezien. Ik heb gezien een filmpje. Yay! Oh my god. Ik verzamel die foto's ook echt. Maar dat is het niet. You kidding me? Ik kan een katapult maken? Oh my god, dat is awesome. Wee! Bommetje! Enge kannibalen aan de overkant. Zo ja, ik heb een hakbijl. Oh ja, ik denk trouwens dat ik een objective heb gevonden in deze game voor mij. Want ik heb dus vernomen. Of tenminste, ik heb vernomen. Ik heb gezien. Of tenminste, gezien ook niet. Ik heb gehoord, gelezen, ik heb geïtst. Dat je een. Dat het daadwerkelijk mogelijk is. Om iedere kannibaal uit te roeien in dit spel. Yep. Jullie zien waar ik heen wil met dit? Oké. Ik wil eigenlijk best wel weten of mijn traps werken. Maar het hoeft voor mij ook niet per se. Wordt het nou weer bijna nacht? Ik wil even iets testen. Eerst saven wij de game. Ik weet niet of dit gaat lukken. Zo nee, hebben we misschien een probleem. I don't know. Want ik vraag me dus af, wat gebeurt er? Als ik deze boom omhak. Ik vraag me echt af. Want blijft mijn hutje dan staan? Want volgens mij, het is een alpha game, dus waarom niet, weet je? Uh-oh. En load game. Like magic. Nee, ik had een keer een filmpje gezien waarbij ze een boomhut maakten en dan de boom weghaalden en dan bleef de boomhut gewoon hangen. Dus ik denk, dat is handig, want dan ben ik van deze takkenbende af. Maar nee. Even naar mijn inventory. Ik heb rabbit fur niet nodig. Even snacken. Oké, wat heb ik hier? Fresh oyster? Can be eaten. Oké. Ik kan oesters vinden. Ik weet niet wat er met mijn stem aan de hand is vandaag, jongens. Maar we gaan eens even kijken voor een refugee. Niet een refugee, want daar hebben we er in Nederland al genoeg van. Oh, moet je niet zeggen, Jan. Dat is racistisch. Sorry. Het moest gewoon. Survival guide. Want wat kan ik... effigies. Hier zo. Bebloed ook alles. Ik denk dat we een arm effigie. High five! Nee, ik denk dat we deze moeten gaan maken. Want we hebben denk ik geen body parts genoeg voor deze. Maar dit moet denk ik wel lukken. Dus, effigie. Moet ik die daar gewoon neerzetten of zo? En dan komen ze hier niet? Oké, we gaan het gewoon doen. We gaan naar beneden. En we gaan bouwen. We gaan lekker menselijke paspopjes maken. Paspopjes zijn nee van de tientje. Menselijk. Heb ik... Ik heb niet genoeg hoofden en armen. You kidding me? Wat kan ik hier met C doen? Had ik niet moeten doen. Ik ben heel slim vandaag. Nope. Ik ga denk ik eventjes richting het vliegtuig. Want ik heb... Ik heb gezien dat daar nog iets vets te halen is. Even kijken hoor. Waar zit dit? Er zou hier ergens een compartment moeten zijn met printplaatjes, oftewel computerplaatjes, dingetjes. Waar zit dat ding? Match collected? Serieus, die shit respawnt weer in het vliegtuig? Oké, hoe kom ik hier in? Wallhacks! Eat. Oh my god, dit vliegtuig is ook fucking handig. Ik heb weer medicijnen. Soda's collected. Geef me all them goodness. Enige nadeel van fucking zomertijd. Ik haat zomertijd. Is dat ik mijn beeld nog slechter zie. Fuck it. We gaan even slapen in het oude huis. What the fuck? Ik slaap en mijn eten is weer fucking zero? Laatste keer dat ik checkte kreeg ik van slaap niet veel honger. Ik kreeg van honger slaap. Dat is het probleem. Al die fucking suitcases respawnen. Ook weer?
Deze game is geweldig! Oeh, tennisbal. Wee. Caution. Do not use handhold when canopy doors are open. Fuck you. I do whatever I want. Iemand zei dat hier printplaatjes waren. Zijn er niet. Oh, hi konijntje. Dat is miauw. Ja, ik weet dat ik eigenlijk niet op avontuur moet gaan. Ik ben helemaal niet voorbereid, maar fuck it. Ik bedoel, koffers. Thank you. Ik hoor de rare dingen. I don't like rare dingen. Ik ben zelf al een raar ding, dus... Waarom heeft echt iedereen fucking medicijnen bij zich op vakantie? Oké, we hebben geen printplaatjes, we hebben wel genoeg loot, dus we gaan weer terug naar ons huisje. Naar ons boomhuisje, dat er nog wel staat. Deze moet ik ook een keer afbreken. Nou, eigenlijk niet. Ik vind het wel eens een handige outpost daar zo bij, bij het vliegtuig. Ik laat hem er gewoon staan. Fuck it. Waarom niet? Echt, ik wil zo graag op avontuur, hè. Maar ik weet zo dat het geen goed idee is. Ik bedoel, ik ben eigenlijk nog nul voorbereid. Ik heb geen basis. Ik heb niks. Oeh, open veld. Ik weet niet of het handig is om hier te lopen, Jan. Nee, fuck it. Oh, wacht. Is dit zo'n... What the fuck is dit? Is dit een val? Hebben die hufters vallen voor mij neergezet? Ik bedoel, ik was dit zeker niet. Nee, dit is een god. Fuck die shit. Dat gaan we eens even gauw niet doen. Handig om te weten, maar... No fucking living way in hell. Niet deze aflevering. Oké, wat is dit? Uh-oh. Nu weet ik waar die hufters vandaan komen. Ik heb eigenlijk zin om dit fucking dorpje uit te roeien. Eerst even wat eten. Drink, eet, eet. Goed zo. Zijn de hufters? Zijn de hufters hier? Zo ja, ik ben een grotere hufter. En ik heb een hakbijl. What the fuck? Printplaatje! Ik bedoel, het was niet de manier waarop ik hem wou vinden. Maar ik heb hem gevonden. Bom. What the fuck is dit? Waarom staat ik een bom-icoontje? I don't like that. En what the fuck is dit, man? Uitkijktoren? Lijp! Oh my god. Check dit, jongens. I am king of the mountain. The forest, I guess. Dit is best wel een groot meer. Er zit hier vis, dat zie ik. Maar dan moet ik een speer hebben om te kunnen vissen. Hé, wat... Zag ik daar nou iets? Ja, ik zag daar iets. Tennisbal. Wee! En printplaatje. Nou, hebben we toch nog onze printplaatjes, jongens. Hé. Hey. Ik bedoel, niet op de manier waarop ik dacht ik ze zou krijgen, nogmaals. Maar hey, if it works, it works. Jongens. Iemand heeft zijn voeten te droog gehad. Hey, waar ben jij? Jij bent dood, hè? Ja. Konijnen vallen. Die kan slopen, blijkbaar. Oké. Fucking raar, want volgens mij zit mijn moeder, ik weet niet of jullie het horen, maar volgens mij zit mijn moeder in de huiskamer nu op Facebook een of ander videootje van een fucking aap te kijken. Tenminste, dat is wat ik freaking hoor. Oké, ik dacht vandaag gaat een dag worden met lekker bouwen aan ons basisje. Nope, wij gaan op avontuur. En dan zijn we aangekomen bij onze massa-ontbossing hier. En gaan we eens eventjes kijken wat we allemaal gescoord hebben, jongens. Want jezus, we hebben een hoop loot. We hebben printplaatjes! Want daarmee kan ik bommen maken. Dat was ik waarschijnlijk vergeten te vertellen. Ik kan bommen maken in dit spel. I love making bombs. Kijk dan, 8 mats. Daar kunnen we wel weer eventjes mee vooruit. Chicory. Klinkt cool. Ik dacht dat ik iets meer had dan ik dacht. Ik heb wel een fucklading aan boost heb ik weer. Ik heb 63 klots. Wist niet dat ik er zoveel had. Mooi. Wacht. Dan gaan we gelijk even combine.
Ja, ik bedoel, we hebben nu toch zoveel boost en zoveel klots. Dan maken we gelijk een paar molotovs. Zo. Edible raw lizard. Ja, ik heb wel die lizards en zo en die eten die kan koken. Maar waarom zou ik? Ik bedoel, ik kan gewoon naar de boot gaan. Dan kan ik even wat snacks halen. Fucking makkelijk. Where? Zo, kijk. Ik ben in ieder geval goed gearmerd. We hebben de printplaatjes, de circuit boards. Zo ook wel worden genoemd. Ja, dan gaan we nu gewoon verder bouwen. Ik zat er dus nu aan te denken. Ik heb daar nu die twee die galgen. En, auw. Ik moet hier een kussen neer gaan leggen. Jeuk aan mijn oog. Nee, ik ga hier gewoon een paar van die happy birthdays neerzetten. Die zien er gewoon wat gevaarlijker uit. Ik vind het gewoon een leuk idee. Traps. Traphuis. Explosive wire trap. Molotov wire trap. The fuck? Advanced traps. Even kijken. Happy birthday. Happy birthday to you. In de wei staat een koe. Haha, die koe. Slecht. Heel slecht. I know. Maar kijk, deze dingen, die kan ik hier gewoon zo neerzetten. Zo. En dan kan ik een soort van death wall maken. Klinkt heel erg metal. Zet ik er zo eentje naast. Kijk, dit is toch hartstikke slim, jongens, of niet? Ik vind het een heel slim plan. Kijk, als ik dan zo hier aankom lopen, hoef ik alleen maar hier zo naartoe te lopen. Oh, ik kan er natuurlijk zelf niet echt bepaald tussen. Hey, lizard! Kom hier! Ah, hij is weg. Nee, maar kijk, dan kan ik ze gewoon hier naartoe lokken. Zo. En dan doe ik, hey, jump! En dan zitten hun vast. Ik weet niet of het werkt trouwens, jumpen. Laat ik ze alvast beginnen met maken. Oh, dat valt nog best wel mee. I need sticks. I need sticks. Sticks and stones. Sticks and stones, mate. Break my bones. Of heb ik geen stones meer nodig? Nee, ik heb geen stones meer nodig. Ik heb alleen sticks nodig. En dan zometeen alleen nog eventjes... hoeveel logs? 4. Kijk, 4 logs, dat is niet moeilijk. Dat is gewoon te doen. Wel een hoop sticks voor nodig, man. Zo, dat zijn alle sticks voor de... Het is zo lastig plaatsen, dit, man. Ja, hier. En je moet op echt een bepaald plekje staan in de trap... wil je gewoon dingen kunnen plaatsen. Ah, ik moet mijn sticks kunnen dragen. Oh, nog 2. Aloe vera seed collected. The fuck? Kom nu naar de Cannibal Springs. De gloednieuwe spa. Voor jou en je ma. Totaal niet grappig, weet ik. Sorry! Zo. En nu alleen nog logs. Nou, dat is wel te doen, denk ik. 4 logs, 8 logs totaal. Jawel. By the way, ik zag ook een keer in de comments staan. Niet per se volgens mij onder het laatste filmpje. Volgens mij zelfs eerder van. Je zit op de verkeerde plek. Waarom zit ik op de verkeerde plek? Ik heb altijd geleerd, strand, goede plek. Als jij ergens op een onbewoond eiland zit, ik kijk Bear Grylls. Als jij ergens op een onbewoond eiland zit, dan moet je naar het strand gaan. Want daar heb je de meeste kans om gered te worden. En heb je goed overzicht. Het is gewoon de ideale plek, denk ik, om toch een baas te bouwen, of niet? Toch? Zou je denken, toch? Dus waarom zit ik in godesnaam op de verkeerde plek hier, jongens? Laat even onder weten. Ik bedoel, ik heb nog steeds jullie tips nodig. Ik weet het, ik ben slecht in dit spel. Ik ben slecht in ieder spel. Jan, je bent slecht in ieder spel. Even kijken. Trap nummer uno. Dan moet ik uitkijken dat ik hem zelf niet gelijk trigger. Is af! Zie je? Dit bedoel ik dus. Kan ik hier zelf ook door dood gaan? Oh, zo merkt hij dus. Maar het is vervelend, want... Oh, wacht. Dan kan ik hem dus zetten en dan... Oh. Dus zolang ik hier maar overheen schiet... Overheen, Jan. Niet doorheen. Oké. Zo. Reset. Zo. Als ik hier overheen schiet... Nee, dat werkt dus ook... I don't know. I just don't know, guys. Ik heb een heel fancy hekwerk nu. What the fuck? Oh, hi, meneer Lizard. Kom hier. En die. I need your skin. I need it harder than you. Nee, waarschijnlijk heb jij het harder nodig dan ik. Maar dat neemt ons nog niet weg dat ik het gewoon ga nemen. Weet je, het is nu van mij. Het is nu mijn skin. Mijn huid.
En ik ben denken dat die kannibalen erg waren. En het onweert. Oh. Kannibalisme. Ik zag jullie. Ik zag jou wel. Ja, godverdomme, kom lekker met je hele fucking leger, jongens. Wacht. Molotov. Kut! Met peren, appelsaus, alles erop en eraan. Dit is niet goed. Ik moet mijn bel pakken, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe. Ah, oh, de fucking button layout hier, man. Donder gauw een eind om! Oh my god, look at that butt. When the bitch jumps in with the itty bitty butt. I'm on fire. Bijlen je hoofd. Would you die and drop that already? Fuck you, YOLO bitches. Dit gaat niet helemaal lekker. En dit gaat niet helemaal goed. I am dying. I am everything. I need food. Dat geluid blijft koning. Echt waar. Ja, loop maar in mijn val. Die hufter loopt er gewoon langs. Kom hier dan. Ja, boe! Oh shit, voor jou schrok ik serieus. Maar wat de fuck is er met de kannibalen gebeurd, man? Ze zien er fucking lelijk uit ineens. Oh, kut. Gaat niet goed. Gaat niet helemaal lekker. Gaat niet zoals die wezen moet. En blijf dood. Serieus, vlogen er nou candy bars uit je? Het is een fucking piñata! Die gasten zijn fucking piñata's! Serieus, ik heb een candy bar uit zijn flikker. Oh wacht, nu kan ik weer effigies gaan proberen te maken. Kan je ontploffen in 30.000 miljoen stukjes alsjeblieft? Ik wil jouw stukjes. Geef me je stukjes. Dankjewel voor je stukjes. Je benen kan ik ook wel gebruiken, gast. Die heb je echt niet meer nodig nu. Dankjewel. Volgens mij zijn ze gewoon weer gevlucht. Nogmaals, ik ben het alfamannetje. Fuck jullie. Echt. Serieus, die lizard skin die heeft echt geholpen. Dankjewel voor je been. Ik zei dank. Oké, ik moet een effigy op gaan zetten. Geen dingen, gasten meer in de buurt. Hele vriendelijke buurtbewoners. Waar is de effigy pagina? Effigy? Die fucking birds! Maakt me echt fucking bang. Wacht, ik ga even naar boven. Je hebt een huis niet voor niks, Jan. Kom op, gebruik die shit. By the way, save even. Heb je al veel te lang niet gedaan. What the fuck is dit? Ah, daar. Effigy, dankjewel. Plaatsen die rotzooi. En dan klimmen we nog even niet naar beneden. Want eerst even eten, drinken, al die andere ongein. Heb ik nog meer? Ik heb geen lizard skin meer. Fuck! Maar die lizard skin is echt fucking handig, mensen. Ik snap trouwens niet waarom je twee hydration bars hebt. Wat is net van dat? Oh, kijk, ik ben er al bijna. Ik hoef alleen jou nog maar een stukjes te hakken. Waar ben je? Daar. Ja. Zo. Je moet trouwens echt lang hakken. Wil je hem een beetje... Ja, een beetje... Wat de fuck hoorde ik? Wil je hem een beetje in stukjes hakken, weet je? Dat is irritant. Geef me je arm. Dankjewel. Oké. Serieus, nog een fucking hoofd? Wacht, heb ik hier niemand afgeslacht? Ik heb er toch meerdere afgeslacht? Nou, die effigy komt straks wel af. Eerst even focus op de laatste trap. Want die volgens mij voor geen meter werken, omdat ze gewoon godverfreaking cannibalistische zooi... Die loopt er gewoon omheen.
En ik maar denken dat ik hier de alpha man en de slimme persoon en de well-rounded trap maker guy ding iets was. Denk je, slaap je de hele nacht? Nog steeds geen fucking regen die. Nog steeds die fucking regen die niet over is. Auw! Ik vergeet iedere keer. Echt serieus? Ik trap 6000 keer vaker in mijn eigen vallen dan dat die fucking kannibalen doen! Volgens mij heb ik ze alleen maar aan dienst bewezen met die dingen neerzetten. Zo, dan weet ik het wel. Dan gaan we deze. Hebben we. Maken we. Come on! Yo, come on! Dank je. Oké, okay, we hebben 2 nieuwe traps erbij. Lijkt niet veel, maar het is voor mij doen best wel wat. En we hebben een soort van FVG waar ik mee bezig ben. Ik moet nog 1 stick, die kan ik plaatsen. En nog 1 hoofd. Alles wat ik hoef te doen is nog 1 hoofd. En dan kan ik oorlog verklaren aan die bitches. Want hell yeah, dat ga ik doen. Iedere fucking kannibaal op dit eiland gaat dood. Ik zweer het jullie. Ze gaan eraan. Ik ga lekker naar boven. Ik ga even 7. Heb ik volgens mij net ook gedaan. Maar ja, je kan niet vaak genoeg 7. Geloof me. Ik heb Pokémon gespeeld. Altijd 2 keer 7. En dan gaan we hier eventjes weer op de uitkijk staan. En dan gaan we hem eventjes afsluiten. Oeh, we gaan hem nog even niet afsluiten. Doei! Maar beste gamefans, ik ga hem hier maar laten. Vond je dit een leuke video? Laat dan vooral even een like achter. Heb je tips, tricks en dat soort dingen voor mij? Laat even onder in de comments weten. Ik moet even nadenken. Oh ja, kijk je dit op Stargamers? En ben je nog niet geabonneerd op Cortex Gaming, het YouTube kanaal? Dan staat er nu ergens een linkje in beeld. Als je daarop klikt, word je naar de kanaalpagina gestuurd. Met de vetste video's, minstens 3 keer per week. En dan kan je gezellig abonneren en dan word jij op de hoogte gehouden wanneer onze video's uitkomen. Maar kijk je dit nou op Cortex Gaming en ben je dus al lang geabonneerd op het kanaal? Ik ga weer Disney Princess doen en ja. Hi Bert! Nee, kijk je dit op Cortex Gaming en Game kanaal en ben jij benieuwd van, hé, wat is Stargamers nou? Nou, dat is heel simpel. Dat is een super vette site voor jouw dagelijkse nieuws, updates, previews, reviews, alles erop en eraan. De link daarvan staat onder in de descriptie. En dan ga ik het hierbij laten. Dus beste gamefans, ik ga jullie hopelijk weer de volgende keer zien bij een nieuwe Forst. Dus beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Mazzel!